cabrio met de wind om de kop en dan buiten door een manier. De deur open doet, dat er dan gewoon een prachtig lichtje in de grond staat. Het is weer zo'n... Het is dat we uitzendingen hebben. Goedenavond. Het is dat jullie uitzendingen hebben. Dan vechten jullie later maar uitzamen. Ja, dan wordt hier weer echt nou... Wordt de onzin verkocht? Ja. Nou, dat willen we niet in onze uitzending, dus dat later eventjes. Sorry. Welkom bij Topnames. Iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab Moet ook gewoon Amsterdam. Zonder publiek. Leid me af. Nee, sorry. Ja, nou, leid ik jou af. Jij bent toch eigenlijk al een publieksman. Maar goed, laten we dat even, die laten we ook even rusten. Quinten, Selhorst, welkom. Jij bent van Felix, op Twitter Ride Felix. Of klopt. Felix zal je waarschijnlijk zeggen. Ja, internationaal Felix, ja. Wat doen jullie? Wij bieden gedeelde elektrische scooters aan op ritbasis. Zodat mensen eigenlijk heel duurzaam, efficiënt en goedkoop van A naar B kunnen in grote steden. We hadden het net even hiervoor, dus even om jullie duidelijk te maken waarover het ging. Het ging onder meer over zelfrijdende auto's en dat, daar hoort ook wel of niet bezit bij. Ja. Heel veel van de mensen die ik met scootertjes door de stad zie rijden, daarvan denk ik, die zijn eigenlijk wel blij dat ze hem hebben. Dat ze erop kunnen springen als ze hem nodig hebben, et cetera. Op welke doelgroepen richten jullie je? Nou, we hebben eigenlijk gekeken naar wie kunnen we nou als eerste en als beste bereiken om Felix echt te gaan omarmen. En daar zien we eigenlijk in de grootste vorm de millennials voor. Maar ook zeker de young professionals die prioriteit geven aan tijd. En dat zijn mensen die eigenlijk dus snel van A naar B willen voor een relatief laag bedrag. Ja, het concept vind ik heel interessant natuurlijk. Volgens mij niet helemaal nieuw in de zin van, het lijkt denk ik heel erg op Car2Go of bijvoorbeeld, maar dan met een ander vervoermiddel. Namelijk, je hebt autootjes of scooters die staan in de stad, je hebt een app, je kijkt waar erin staat, je stapt erin en je rijdt waar je moet zijn, dan laat je hem weer achter, toch? Ja, klopt. Dat is ongeveer het idee. Ja, dat is een goede samenvatting, ja. Ja, het grote probleem natuurlijk, als jij zegt, lijkt mij, voor mensen die prioriteit aan tijd geven, dat je moet maar afwachten of zo'n ding bij je in de buurt staat. Ja, ja, nou wat wij eigenlijk, dus wat heel erg belangrijk is voor ons concept, is dat wij van Felix een model hanteren waarbij er altijd gemiddeld een scooter dichtbij moet zijn. Dus wat wij nu hebben is, wij garanderen dat er altijd gemiddeld één op 3 minuten loopafstand is. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met het lopen naar een tramhalte bijvoorbeeld. En die dekking die is zo belangrijk, omdat niemand eerst 10 minuten of 15 minuten wil lopen. Tuurlijk, maar gemiddeld is juist een probleem. Ja. Hoe kun je dat nou garanderen? Nou, gemiddeld worden we 88, maar ja, weet je wie garandeert me dat ik dat word? Ja, nou daar hebben we een aantal manieren voor. Vooropgesteld is het goed dat wij al in het buitenland zien dat natuurlijke spreiding eigenlijk vrij goed gaat. Dus we zien dat in buitenlandse scooterdeelconcepten de scooters redelijk goed verspreid door de stad staan. En dat door die natuurlijke spreiding dat ook redelijk goed behouden blijft. Tegelijkertijd willen wij daar natuurlijk zelf ook controle op kunnen uitoefenen. En dat doen we eigenlijk op verschillende manieren. Enerzijds heel pragmatisch, wij hebben mensen in dienst die scooters ook kunnen verplaatsen en herplaatsen. Zodat we dus altijd zelf ook direct invloed kunnen uitoefenen op waar de scooters staan. Maar wij kunnen ook mensen een stimulans geven om bijvoorbeeld stilstaande scooters in een gebied die overvol is... die scooters te laten oppakken, bijvoorbeeld tegen een gerealiseerd tarief, of ze krijgen daar gratis minuten voor, om vervolgens met die scooter een ritje te maken, zodat we die spreiding weer optimaliseren. Als jij zegt, want dat heb je nu een paar keer gedaan, wij doen dit of we doen dat, voor de duidelijkheid, jullie zijn nog niet begonnen. Nee, klopt. Nee, dat is goed dat je dat zegt, inderdaad. Het voelt al wel zo. Ja, maar je klinkt ook echt alsof dit al allemaal uit de ervaring. Maar ja, nee, precies. Nee. Wij gaan per 1 juli gaan wij live. Dus dat is het moment dat hetgene wat ik nu vertel ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Ja. Ik en mijn co-founder Maarten Poot, die geloven er heilig in dat met ons businessmodel, met onze ervaring qua market research en de ervaring van de buitenlandse concepten zelf, dat het absoluut haalbaar is. Hey, jullie hebben investeerders weten te overtuigen van je concept, want op jullie website lees ik dat jullie 7 ton aan investeringen hebben opgehaald. Ja. Tegelijkertijd lees ik dat jullie een crowdfunding campagne hebben. Ja. Hebben die 7 ton al opgemaakt. En nu moet er nog geld opgehaald worden voor de brommers? Nee. We hebben in een eerder stadium hebben wij kapitaal opgehaald bij informele investeerders. Dat is 4 ton. Die 4 ton die dient als werkkapitaal. Voor wie dat niet weet, dat zijn gewoon mensen die je kent. Dus familie... Nee, dat zijn business angels. Dus vermogende particulieren die vaak zelf een succesvol bedrijf hebben gehad en dat hebben verkocht.
En, maar het gaat vaak via je persoonlijk netwerk, toch? Maar niet bij ons. We hebben niemand binnen ons persoonlijk netwerk. We hebben onder andere Annemarie Rakhorst, is een informele investeerder die ook echt vaak in duurzame initiatieven dan wel investeert, dan wel ondersteunt. We hebben ook twee andere informele investeerders die willen graag anoniem blijven, dus dat zullen we dan ook zo doen. Maar dat zijn geen vrienden of familie van ons. Maar daarmee hebben we dus die 4 ton werkkapitaal opgehaald. En daarnaast zijn we een crowdfundcampagne gestart. En daar hebben we nu ook iets meer dan 4 ton inmiddels opgehaald. En daarmee willen we echt die scootervloot gaan financieren. Ja, hoeveel heb je er nodig? Want jullie beginnen in Amsterdam. En dan zag ik op jullie kaart nog niet eens heel Amsterdam. Nee, klopt. Je focust om te beginnen op het centrum, een beetje tot aan de ring. Ook nog niet eens helemaal, hè? Ja. Kost verloren vaart, Amsterdam-Zuid net erbij. Maar de eilanden doe je alweer niet. Nee, klopt. Dus wat wij ook... Maar daar zou je vast een reden voor hebben. Een relatief klein gebied. Hoeveel scooters heb je dan nodig? Ja, wat wij dus eigenlijk zien is dat wij dus die dekking nogmaals, die is heel erg belangrijk. Dus afhankelijk van met hoeveel scooters wij kunnen beginnen op 1 juli. Nogmaals, die crowdfundcampagne die loopt nu. Weten wij hoe groot het gebied precies gaat zijn. Ja. Op het moment dat wij verwachten dat we een dekkingsgraad in Amsterdam kunnen hebben. Een absorptievermogen in Amsterdam kunnen hebben van ongeveer 500 elektrische scooters. Daarmee zouden we de hele ring Amsterdam kunnen faciliteren met dus een goede dekking. Op het moment dat we hebben nu een crowdfundcampagne ingestart dat we maximaal 216 scooters willen doen. Want het moet ook nog wel een beetje beheersbaar blijven in een start-up fase dat je live gaat met meteen veel scooters. Dus op het moment dat wij 216 scooters hebben, dan kunnen wij eigenlijk al een heel groot stuk van Amsterdam doen. Maar bijvoorbeeld niet Amsterdam-Noord, dat valt er dan helaas nog niet in. Of een diep stuk in Amsterdam-Oost en een diep stuk in Amsterdam-West. Maar wel centrum, de regio De Pijp, Zuidas en een groot stuk wel van West en van Oost. Ja. Dus dan hebben we al een hele mooie dekking. Ja. En wat mij onmiddellijk opviel toen ik jullie concept zat te bekijken, waarom kies je nou voor scooters? Die dingen hebben, weet je, scooters hebben ongelooflijk slechte reputatie in Amsterdam. Oké, dan zijn ze elektrisch, maar dat zijn toch een beetje, als je ze ziet rijden, een beetje rare dingen. En dan denk ik van ja, terwijl de elektrische fiets, weet je, dat is gewoon het hippe product. Waarom doe je dit nou met scooters? Ja, ik zou die vraag tweeledig beantwoorden. De eerste reden dat wij zijn het helemaal mee eens dat de scooters op dit moment, die we in Amsterdam zien, voor heel veel overlast veroorzaken. Dus we hebben eerst gekeken, hoe kunnen we die overlast eigenlijk wegnemen? Ja, elektrisch, oké. Ja, precies, elektrisch, maar bijvoorbeeld ook, we zetten er een fiets bij op dat mensen niet schrikken van de klakson van een scooter op het moment dat ze worden ingehaald. We begrenzen de snelheid van scooters op 25 km per uur. Wat in dit geval in Amsterdam is nu 84% is eigenlijk, die heeft dat niet. Die rijdt dus te snel. Dus eigenlijk al die nadelen van de huidige scooters, die hebben we eigenlijk weg kunnen nemen met de elektrische scooters die wij hebben. Dus dat is eigenlijk een uitgangspunt voor ons van oké, we kunnen die klachten, die problemen eigenlijk wegnemen. Vervolgens ga je kijken, zou een elektrische fiets, zou dat voor ons ook, voor onze propositie eigenlijk ook een geschikt vervoersmiddel zijn? En daarvan zeggen we eigenlijk dat wij vinden de elektrische scooter echt wel een ander vervoersconcept dan een elektrische fiets. We vinden het comfortabeler. We denken dat mensen ook sneller geneigd zijn om een elektrische scooter voor een ritje te pakken, omdat je dan helemaal niet hoeft mee te fietsen, omdat je er wat comfortabeler zit dan een elektrische fiets. Maar wat ook belangrijk is dat elektrische fietsen diefstalgevoeliger zijn. Heel simpel gezegd, als ik alle elektronica van een elektrische fiets demonteer of eruit haal, heb ik nog steeds een prima fiets om op te fietsen, dus diefstalgevoeliger. En de batterijcapaciteit van de elektrische fietsen die op dit moment op de markt zijn, die zijn eigenlijk dusdanig klein op dit moment, dat wij niet denken dat je daar financieel een gezonde operatie mee kan draaien. Maar als je naar de lange termijn kijkt, want je kan zeggen, jullie hebben simpelweg technologie die in de gaten houdt waar spullen staan, waar mensen dingen mee kunnen doen en weer kunnen verplaatsen, et cetera. Ja. Je sluit het niet uit voor de lange termijn. Absoluut niet. Nee, wij zien zeker de elektrische fiets als mogelijke aanvulling op onze portfolio die we naar de toekomst zullen uitbreiden. Maar ja, dan, wat ik zeg, dan moet dus wel en de tijd er rijp voor zijn. En dat heeft dus een stukje met de techniek te maken. En we zullen dan ook goed aan moeten voelen dat er een grotere groep mensen ook echt bereid is om op een elektrische fiets te gaan rijden. Wat hebben jullie kunnen leren? Ik zie het een beetje als een reputatieprobleem, maar dat... De elektrische scooter? Ja. Dus een beetje, je zegt ik wil millennials aanspreken. Alleen volle makelaars erop rijden. Nee, jonge doelgroep, ja, daar rijden makelaars op, zakenmensen uit Zuid. En, en die rijden dan op de gewone scooters. En veel mensen met een migratieachtergrond. Zeg ik het goed? Ik zo hoort dat tegenwoordig, toch? Ik weet het niet, maar...
Ik vind eerlijk gezegd... En ik zie in de jongere generatie dat ze die fietsen, die hippe elektrische fietsen, vinden ze echt veel interessanter. Ja, ik deel die mening niet helemaal met je. Ik zie dat elektrische fietsen bij onze doelgroep wel populairder aan het worden zijn. Maar de meeste mensen die... We hebben hier ook onderzocht, neem ik aan. Ja, daar hebben we ook makkelijk onderzoek aan gedaan. Ja. En dus nogmaals ook... Dan verkoop ik gewoon onzin. Het imago. Ik denk dat wij met... dat is bijvoorbeeld ook een van de redenen waarom de gemeente enthousiast is. Eigenlijk alle bestaande problematiek van scooters kunnen wij wegnemen door de scooter dusdanig te customizen dat we die problematiek ook allemaal wegnemen. Niet alleen voor de scootergebruiker zelf, maar ook voor de andere deelnemers in het verkeer. En daarmee brengen we eigenlijk dus een ander type scooter op de markt die gunstiger is voor iedereen. En ik denk dat dat heel erg goed gaat aansluiten bij onze doelgroep. Ja, tweede observatie die ik toch had toen ik erover na zat te denken is dat het enorm concurrentiegevoelig is. Want wat jullie doen is, nou laat ik maar zo zeggen, niet echt heel ingewikkeld. In de zin van, ik geloof dat logistiek en dat je er allemaal heel erg over na moet denken, maar het is niet... Iets dat je denkt, wow, hier had nog nooit iemand aan gedacht. Nee, dat klopt. Het is eigenlijk hetzelfde als Car2Go, maar dan met een ander vervoermiddel. Ja. Wat ook maakt dat iedereen met geld dit natuurlijk ook kan gaan doen. Kijk, het is inderdaad, ik ben het helemaal met je eens als je zegt dat onze propositie kopieerbaar is. Omdat je, als je genoeg financiën hebt en je hebt een bepaalde expertise om je heen gebouwd, of je hebt het zelf, dat je dit kan uitrollen. Dan kan in principe kan iedereen het doen. Dat ben ik met je eens. Echter, wat wij zien is dat we op het moment dat jij een doelgroep hebt getroffen in een bepaalde markt waar je bent begonnen, dan is je propositie direct ook heel kapitaalintensief, waardoor jouw natuurlijke barrière eigenlijk om een markt te kunnen veroveren, want daar heb je kapitaal voor nodig, ook tevens als jouw bescherming eigenlijk is om die markt te betreden. Ja, dus als het marktaandeel maar groot genoeg is in een bepaalde doelgroep, dan ben je beschermd. En als je een winner takes all, als je daarin gelooft, en ik denk dat dat voor kapitaalintensieve projecten wel vaak geldt, dan zie je dus eigenlijk als jij de eerste bent in Amsterdam, dan zullen mogelijke concurrenten nog wel twee keer nadenken of zij het risico durven te nemen om ook in die stad te gaan, waar dan al een customer base opgebouwd is door een concurrent, omdat het dus om heel veel kapitaal gaat. Maar dat geldt dus niet natuurlijk voor alle bezorgdiensten van pizza's en eten, daar wemelt het van. Ja, klopt, maar dat is natuurlijk wel een wat lower asset bedrijfsmodel. Ja. Wat hebben jullie geleerd, wat hebben jullie kunnen leren van bijvoorbeeld Car2Go? Wat wij hebben geleerd is dat wij vanaf het begin af aan heel duidelijk moeten zorgen dat we onze doelgroep aanspreken. En dat je dat dus ook heel, dat je eigenlijk in je marketing communicatieuitingen daar dus ook heel specifiek die doelgroep gaat benaderen. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat als je een nieuw concept introduceert, dan heb je eigenlijk een soort van ambassadeurs van je product nodig. En die ambassadeurs die moeten het eigenlijk ook weer, die moeten andere mensen eigenlijk lekker gaan maken voor jouw product. Nou, dat hebben we geleerd van Car2Go, maar dat zie je bijvoorbeeld ook bij een Airbnb of bij een Uber. Op het moment dat jij mijn product gebruikt en jij bent daar fan van, en ik geef jou daar gratis minuten voor op het moment dat jij je collega adresseert aan ons, of hoe zeg je dat? Kennis laat maken met ons product en ik geef jouw collega ook gratis minuten, ja, dan zie je eigenlijk dat die viral marketing, die word of mouth marketing, eigenlijk heel effectief is. En daarvoor is het dus super belangrijk dat je de juiste doelgroep aanspreekt. Ja, dat is ook jouw specialiteit, want jij bent de marketingman binnen de start-up, toch? Ja, klopt. Ja. Hoe ben jij hier zo gepassioneerd voor geraakt? Want er is altijd ergens een moment dat je dacht van, hey, dit is het. Ja, dat je bent ondernemer, je zoekt naar iets. Ja. Hoe ging dat bij jou? Want je was hiervoor consultant volgens mij. Ja, ik heb hier Ik heb hiervoor 3,5 jaar in consultancy gewerkt. Dat was altijd binnen de healthcare-industrie. Totaal anders. Ja, totaal anders. De enige belangrijke overeenkomst is dat ik het altijd belangrijk vind dat ik niet zozeer high impact alleen maar heb in de projecten die ik doe, maar dat ik ook iets kan terugdoen voor de samenleving, een beetje in de breedste zin van het woord. Ik wil ook iets daarin teruggeven, dus vandaar ook onder andere dat ik consultie heb gedaan binnen healthcare. Nu doe ik dat dus eigenlijk voor een duurzaam project. De reden dat ik hierin ben gerold is dat wij, Maarten en ik, die kennen elkaar van Stockholm Business School, waar we allebei een exchange hebben gedaan. Goede vrienden geworden, uiteindelijk samen gewoond in Amsterdam, werkten beide als consultant, maar beide ook heel erg ondernemend van geest. Heel vaak met ideeën lopen sparren van, goh, is dat niet een goed idee, zouden we daar niet iets mee kunnen? Maar nooit echt het gouden ei in ons hoofd gehad. Tot we op een gegeven moment ergens tegen de mobiliteitsproblematiek, niet zozeer alleen van Amsterdam, maar van alle grote steden die we ook allebei voor vakanties bezochten, benoemden. En toen hebben we eigenlijk eens verder gedacht van, hoe kunnen we dat nou oplossen?
En eigenlijk is zo gaandeweg dat traject, zijn we eerst uitgekomen van, goh, scooters is eigenlijk wel een heel efficiënte manier van A naar B in een stad. Maar heel vervuilend, heel veel overlastgevend, wat zou je daar nou voor kunnen doen? Zo uitgekomen bij elektrische scooters, dat is natuurlijk al een enorme verbetering om tal van redenen die ik net heb benoemd. En vervolgens zeiden we eigenlijk van, ja, wat nou als je een deelconcept daarmee zou kunnen doen? Nou, en toen we eigenlijk dat moment met z'n tweeën hadden, toen hebben we eigenlijk een periode voor onszelf genomen van, goh, als we dit zouden willen uitontwikkelen met elkaar, dan zeg je niet zomaar je comfortabele baan als consultant op. Toen hebben we onszelf een periode gegeven waarbij we naast onze baan als consultant in de avonduren en in de weekenden eigenlijk onderzoek hebben gedaan van, goh, zou dit financieel haalbaar zijn? Hoe kijk je aan tegen concurrentie? Nou, alle vragen die elke start-up zichzelf moet stellen. En eigenlijk na die 4 maanden hadden we zoveel groene vinkjes gezet, dat we eigenlijk zeiden van, ja, nu moeten we ook gewoon de daad bij het woord voegen en gaan. En dat hebben we eigenlijk gedaan. En dat is, hoe lang is dat geleden inmiddels? Een jaar, hè? April 2016. Ja. En nu 1 juli gaat het gebeuren? 1 juli gaan we live, ja. Spannend. Ja, dat is echt reeds spannend. Ja, dat klopt. Hey, Amsterdam als eerste als startmarkt. Ja. En wat zijn de volgende stappen? Als dat goed gaat hier, is leren van Amsterdam natuurlijk. Exact. Dus wat we eigenlijk nu zien is gefaseerd uitrollen in Amsterdam. Afhankelijk van hoe succesvol de funding gaat zijn. Op het moment dat we beginnen in Amsterdam, vervolgens uitbreiden in Amsterdam, dat we Amsterdam dicht kunnen zetten tussen aanstekens. Dat betekent eigenlijk gewoon opschalen in Amsterdam zelf. En vervolgens willen we grote steden in Nederland daar operationeel zijn. Omdat we ook zien dat wat in Amsterdam kan, diezelfde problematiek heb je ook in andere steden. En dan naar het buitenland toe. Dat is het, dat is het plan. Ja, straks hebben we die paar honderd scooters in Amsterdam staan. Ja. Hoeveel monteurs heb je dan in Amsterdam in dienst? Want ik kan me voorstellen dat dat een van de dingen is, lekker banden. Logistiek. Maat en ik die hebben ons hele bedrijf eigenlijk zo opgezet dat we precies doen precies laten doen waar iedereen goed in is. Maat en ik zijn niet zo heel goed in alle techniek omtrent scooters en het repareren van scooters. Dus dat hebben we uitbesteed aan een partner waarvan wij denken dat die dat heel goed kan. En die kan ook meegroeien met ons. Dus dat stukje, daar worden wij eigenlijk in ontzorgd. Dus op het moment dat wij zeggen, we willen naar Rotterdam. Maar is dat een leverancier of is het een aandeelhouder in jullie bedrijf? Dus beide niet. Het is een bedrijf dat heet Helmstad. En die doet ook heel veel service voor bijvoorbeeld gemeente Amsterdam projectbureau. Ja, maar gewoon die doen alle reparaties. Een pure klant leverancier. Ja, dus we hebben gewoon een contract met hen. En zij doen de operaties en het onderhoud en dat soort dingen. Ja. En zij leveren ook die scooters? Zij leveren de scooters niet. We hebben een andere scooterfabrikant. Ja. Puur een onderhoud en logistiek bedrijf. Exact, ja. Ja, maar dit is natuurlijk heel complex. Wat ik nog intrigerend vind, jij zit gelijk te lachen, complex. Ja, heel simpel. Ja. Het is ook, er wordt van de zijlijn gepraat, dat ziet de kijker niet. Ja, dat is de mede-co-founder. Jouw co-founder zegt, net was het nog heel ingewikkeld en nu is het heel complex. Wat ik met eenvoudig bedoelde is dat het kopieerbaar is. Het gebeurt al overal. Het is echt niks nieuws, maar dat is natuurlijk een complex logistieke operatie waar heel veel mensen van terugschrikken. Want scooters gaan kapot, accu's raken leeg, banden laken rek, raken lek, scooters worden gestolen. Hoe gaan jullie dat allemaal oplossen? Dat zijn een heleboel vragen in één zin. Nou, gewoon al die dagelijkse shit. Wat we gaan doen is, om even te beginnen misschien bij de batterij, want dat is denk ik ook een veelgehoorde vraag hoe we dat oppakken. Je moet het zo zien dat onze scooters, die zijn heel slim, laat ik het maar even zo noemen. Dus die scooter en die batterij, dus de accu van de scooter, die geven zelf aan hoe vol ze zijn. En die geven ook zelf aan als het batterijpercentage onder een bepaald percentage valt, laten we zeggen 15% of 20%, dan is die batterij slim genoeg dat die scooter met die bijna lege batterij uit de vloot wordt gehaald. Dus die kan ik als consument niet meer op mijn appje zien van die kan ik oppakken. En wij krijgen direct een signaal vanuit de server toegestuurd dat wij met het elektrisch busje wat elke dag rondrijdt met allemaal volle accu's erin naar die scooter moeten rijden om die batterij weer te vullen. Dus daarmee ontzorgen we ook meteen de consument op het gebied van red ik het wel met mijn ritje ja of nee. Want wij garanderen dat je in principe altijd met je scooter kan rondrijden omdat je nooit hoeft na te denken of die opgeladen moet worden. Dat doen wij voor ze. Dus dat is het stukje van de batterij en de accu. Vervolgens heb je de vraag gesteld hoe we het gaan doen met reparaties, onderhoud en dergelijke. We hebben voor de standaard reparaties hebben wij een onderhoudscontract waarmee we gewoon normale prijsafspraken maken zoals ze dat ook met gemeente Amsterdam, politiekorpsen, etc. doen. Ten opzichte van vandalisme,
de scooters die we hebben, die knal je niet zomaar om. Die staan op een, dat heet een bok, een speciale standaard dat die heel stevig staat. Waait ook niet zomaar om. Maar uiteraard kan een scooter omgetrapt worden. Kan het zo zijn dat er een kap vervangen moet worden. Dat zijn vaak de meest voorkomende reparaties die moeten plaatsvinden. Dat hebben we financieel inbegroot. En dat kunnen we dus ook, leiden. Ja. Jullie zeiden dat je uitgebreid in het buitenland hebt gekeken naar vergelijkbare concepten. Ja. En vergeef me mijn cynisme, maar het hoort een beetje bij de rol die ik toevallig vandaag heb. Namelijk geen probleem. Dat ik kritische vragen moet stellen. Amsterdam is een stad waarin iedereen fietst. Dat geldt voor heel veel buitenlandse steden natuurlijk niet, waar vergelijkbare concepten zijn. En als ik toch zou moeten kiezen tussen voor die kleine afstandjes in Amsterdam, want dat is ook een heel klein stadje, eerst 3 minuten lopen, dan op een elektrische scooter die maar 25 km per uur gaat, of op een ATB springen die ook 25 km per uur gaat, die voor de deur staat en rechtstreeks erheen fietsen, ja, dan snap ik niet helemaal waarom je dan voor jullie scooter zou moeten kiezen. Goede vraag. Wat we nu zien is dat, als we het bijvoorbeeld hebben over alleen Amsterdam, dan zien we dat er ongeveer 2 miljoen verplaatsingen per dag plaatsvinden. Waarvan je grofweg kan zeggen, 1/3 gebeurt met de fiets, 1/3 met openbaar vervoer en 1/3 met de auto. En wij vinden dat, en wij denken ook dat wij mensen echt uit de auto kunnen trekken, op een velo-scooter kunnen krijgen, omdat je eigenlijk in de auto heel veel stilstaat kostbaar is. Je richt je eigenlijk veel meer op die doelgroep. Dat is het eerste stuk van het antwoord. Het tweede stuk van het antwoord is dat wij eigenlijk ervaren, en dat is binnen onze eigen leefomgeving ook, dat er een steeds groter wordende groep flexibele reizigers komt, die eigenlijk situatieafhankelijk de keuze wil hebben welk vervoersmiddel hij of zij wil gebruiken. Het regent, dus, ik wil een auto en ik heb haast. Exact. Ik wil niet fietsen of ik wil niet bezweet raken. Ik ga altijd op mijn fiets naar mijn werk toe, maar vandaag heb ik 3 afspraken in het centrum. Dus nu zou het eigenlijk wel handig zijn als ik de mogelijkheid heb om door middel van een appje voor een paar euro even snel van A naar B te gaan. En we zien, en dat is echt een belangrijk onderscheid in ons concept, wij zien ons niet als een directe concurrent van welke vervoersmodaliteit dan ook. Wij zien ons als complementair. Wij denken dat wij met onze propositie passen tussen de car-to-go's van deze wereld, misschien in de toekomst deelfietsconcepten, het openbaar vervoer, de groene elektrische taxis, op het moment dat je echt niet zelf kan rijden of het regent bijvoorbeeld. En we zien dat veel minder moet of hoeft te bijten dan vaak gevraagd wordt of gesuggereerd wordt. Je betaalt bij jullie per kilometer gebruik? Per minuut. En daarin geven we ook de gebruiker van Velix, op het moment dat hij zich registreert, eigenlijk de keuze. We zien dat mensen zoals ik bijvoorbeeld, laat ik mezelf even als voorbeeld nemen, ik vind het heel comfortabel dat ik weet dat ik echt betaal per minuut, want daarvoor wil ik betalen, alleen maar voor mijn daadwerkelijke gebruik. We zien ook... Als ik in een taxi zit, denk ik meestal, ik zou liever per kilometer betalen. Exact, ja, per kilometer op het begin wel. Ik wil gewoon zeker weten dat ik een vast bedrag betaal per half uur, ik noem wat. Die keuze, de mogelijkheid geven we de mensen bij registratie. Dus jij kan kiezen dat je per minuut wil betalen. Okay. Jij kan zeggen 30 minuten, €3,90. Dan heb je ongeveer alle ritjes die je in Amsterdam kan doen, die heb je dan gehad. En mensen krijgen eigenlijk zelf die optie. En voor de echt frequente gebruikers zullen we ook gaan werken met abonnementen. Dat ze bijvoorbeeld 50% korting kunnen krijgen bij als ze vaker een ritje doen. Ja. Of bij de echt intensieve gebruikers. Ik heb de spreadsheet natuurlijk niet, ben ik niet nog eens opnieuw gaan maken met al die aantallen en de minuten en de tarieven en het aantal gebruikers. Maar het lijkt zo goedkoop voor, Dat is ook... paar minuutjes. Want zo'n scooter is ook best wel duur voor. Klopt. In verhoudingen. Dus €5.000 of zo, denk ik. Zo Ja, dat klopt. Dus wij moeten het ook hebben van een scooter die eigenlijk de hele dag rondrijdt. Ja. En, of de hele dag rondrijdt. We draaien ongeveer break-even bij 5 ritjes per scooter per dag. Dus dat valt nog wel mee. Maar we verwachten gewoon dat het ding veel... Ook best nog wel veel. Maar ik denk dat het haalbaar moet zijn. Ook als we kijken nogmaals naar het buitenland, naar een car-to-go, dan denken wij dat het zeker haalbaar moet zijn. Maar belangrijk is dat wij de drempel om een elektrisch voertuig te gaan gebruiken dusdanig laag maken, dat eigenlijk iedereen het kan gebruiken wanneer hij of zij daar een behoefte voor heeft. En dat we daarmee eigenlijk ook elektrisch vervoer in de binnenstad heel toegankelijk maken voor, ik bedoel dan met de massa, dat klinkt misschien wat negatief, maar eigenlijk voor iedereen. Weet je, elektrisch rijden hoeft niet alleen maar voor de mensen die een dure auto kunnen kopen of de mensen die echt alleen maar heel groen zijn, bijvoorbeeld in de Prius rijden. Nee, het moet voor iedereen toegankelijk zijn.
En iedereen moet het gewoon eigenlijk op aanvraag kunnen doen. Dus vandaar dat die drempel ook voor ons belangrijk is om laag te houden. Hey, de Amsterdammers staan nog niet heel erg bekend om hun, laat ik zeggen, gehoorzaam gedrag. Als iemand zegt waar je precies wel of niet heen mag rijden met iets. Ja. Als ik nou denk van ja, dat zal wel, die kostverloren vaart als grens. Mm-hmm. Maar ik ga toch even bij mijn oma langs die in Overtoomse Veld woont. Wat gebeurt er dan? Nou, in principe gebeurt er niet zo heel veel. Waar het niet dat, je kan zodra je uit ons servicegebied valt, kan je de scooter niet aan of uitzetten. Dus dat betekent eigenlijk dat je gewoon doorbetaalt. Je krijgt wel een belletje van ons van, let op, je komt uit het servicegebied, je moet eigenlijk weer terug binnen. Ja, maar dan heb ik net een abonnementje voor een vast bedrag. Ja. Ja. Maar ik neem aan dat jullie het allemaal opgelost hebben. Maar dit is eigenlijk je belangrijkste bescherming. Dat je, Dus wij krijgen direct een signaal. Ik dacht dat je het niet uit kon zetten en je moest blijven rijden. Ja, dat dacht ik ook. Nee, je kan het dus niet op slot zetten en je betaalt gewoon door. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Dus, en dat geldt bijvoorbeeld ook in gebieden waar je de scooter dus niet mag parkeren. Bijvoorbeeld Vondelpark is een bekend voorbeeld waar je niet met de scooter mag komen. Rembrandtplein mag je. Daar kan je hem dus ook daadwerkelijk niet aan of uitzetten. Want die mogelijkheid is er dan niet in de app. Nee. Ja, vraag van Johan Schaap. Ik herken die vraag toen ik ooit dacht van hey, dat car2go is wel wat. En ik fietste langs de winkel waar ik me kon die tijd kon aanmelden. En toen had ik toch weer spullen nodig die ik niet bij me had. Dus toen dacht ik meteen, nou, weet je, laat maar. Ja. Hij zegt, kan ik direct rijden als ik voor het eerst zo'n scooter zie staan? Is het app downloaden en gaan? Welke stappen moet je bij jullie ondernemen? Dat is eigenlijk vrij eenvoudig. En dat is weer een kenmerk van ons. We willen graag zo min mogelijk barrières opwerpen. Wat je doet is, je gaat naar de store en je downloadt het appje. Vervolgens ga je, als je de app, registreer je in de app. Dan laat je je rijbewijs en je creditcardgegevens zien voor de camera. Er zit software in de app die de verificatie doet dat de gegevens van je rijbewijs en je creditcard overeenkomen. En tevens dat de creditcard of rijbewijs niet gestolen dan wel over tijd is. Of verlopen is, moet ik eigenlijk zeggen. En op dat moment ben je eigenlijk good to go. Daarbij is het wel belangrijk dat we aangeven, ook in de app, in het registratieproces, dat we ervan uitgaan dat mensen enigszins ervaring hebben om een scooter te berijden. Als dat niet het geval is, dan geven we aan dat je niet de scooter moet gaan gebruiken, maar dat je gebruik moet maken van een van de trainingen die wij elke maand geven op een industrieterrein, dat mensen wel rustig de tijd kunnen hebben om van de VX gebruik te gaan maken. Kunnen we één ding afspreken? Als Johan Schaap zich aanmeldt voor zo'n training, kun je ons dan eventjes video. Kun je ons dan even in zijn? Even een videootje van maken. Daar zijn we er graag bij. Ja, nee, tuurlijk, dat kan. Geen probleem. Ja, daar willen we graag video voor. Waar wil je staan over een jaar? Als we terug laten komen? Over een jaar wil ik volledig operationeel zijn in Amsterdam met 500 scooters. Dat moet zeker wel te halen zijn. En dan wil ik, als ik dan weer uitgenodigd word in vorige gesprekken hier aan tafel, dan wil ik in ieder geval kunnen vertellen dat we bezig zijn met een uitrol naar een andere grote stad. We moeten, ik kan nu wel zeggen, van dat gaat sowieso Rotterdam, Den Haag, Utrecht of Groningen zijn. Dat moeten we altijd een beetje TCT bekijken. Natuurlijk, een van de vier grote. Precies, ja. Nee, maar dat is echt de ambitie. En we willen ook echt snel groeien. Dus het is niet de bedoeling dat we over 7 jaar nog steeds alleen maar in Nederland zijn. Nee, en ga je dat gedeeltelijk ook uit je eigen cashflow financieren? Of heb je echt een groeimodel waarbij je... Nee, dat gaan we ook deels uit de eigen cashflow. Ja, dat is wel je plan. Ja. Tuurlijk moeten we op het moment dat we echt meteen weer met een hele grote scootervloot willen beginnen, zullen we ook extra... Ja, maar je pricing, ik zei net, is best goedkoop, maar het is wel ingericht op rendabele operatie. Ja. Je kunt er namelijk ook gewoon voor kiezen om eerst een paar jaar verlies te draaien, om gewoon die markt helemaal op te rollen. Ja. Maar wij willen wel meteen ook eigenlijk winstgevend zijn. En dat is natuurlijk ook lekker voor iedereen die aan boord stapt bij Felix. Ja. En zodra we dan naar andere steden gaan, dan... Dan zul je weer financiers nodig hebben. Dus we kunnen gedeeltelijk dan zelf financieren. Ja. En voor een ander stuk zullen we dan misschien wel weer een crowdfundcampagne starten. Ja. 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 En die loopt goed? Want je zei je hebt 4 ton binnen. Ja. Dus, kunnen mensen zich nog aanmelden? Ja, zeker. Ik wil even het moment gebruik maken. Ja, iedereen kijken naar felix.nl/invest. Felix met een Griekse ei. Ja. Mensen kunnen daar meedoen door een scooter van ons te adopteren. 6% bootje? 6% rendement. Voor een looptijd van 5 jaar. Afgezien dat je dan meteen investeert in een heel duurzaam project, wat ook gewoon een lekker rendement haalt, heb je ook nog de perks, de voordelen dat je een eigen naam op je eigen Felix-scooter naam hebt in Amsterdam. Hé, zo van ja man, stekel TV-scooter. Wie wil dat nou niet? Wie wil dat nou niet? Ja, je krijgt 50% korting je eerste jaar op de ritjes en je wordt uitgenodigd voor alle Felix-evenementen die we met co-branding partners doen, waaronder bijvoorbeeld Red Bull er nu eentje van is. Dus, Oké, gaaf.
Ik ben normaal gesproken een openbaar vervoerman. Als ik met de trein reis, dan heb ik ook, kan ik die fiets ook keurig op dat station gebruiken, zeg maar. Ja. Staan jullie scooters daar binnenkort ook bij? Onze scooters staan op dit moment nog niet op het station zelf in de rekken, omdat we niet dat soort afspraken hebben. Wij denken zelf wel dat wij een ideale oplossing zijn om echt die last mile ook aan te bieden. En die last mile problematiek of uitdaging, kan ik misschien beter noemen, die zijn aanwezig, die zijn groot. Dus wij gaan uiteraard ook graag in gesprek met alle vervoerders die juist een oplossing zoeken voor de last mile. En het liefst staan onze scooters naast de fietsen die gehuurd kunnen worden. Want ik denk dat wij het eigenlijk, ons algemene doel is om meer mensen te laten werken met deelconcepten. Of het nou fietsen zijn, elektrische scooters zijn, auto's zijn. Ook qua tarief zit je daar natuurlijk ook heel goed. Exact, ja. Kijk, mensen moeten zelf die keuze maken. En wij bieden ze heel graag de mogelijkheid om die keuze te maken. Ja. En ik denk dat heel mooi naast elkaar kan staan. Ja. Ja, spannend, ik ben zo oud, ik wist niet eens dat je een rijbewijs nodig had voor een brommer, man. Nee, maar dat is inderdaad onlangs veranderd. Nee, maar snorders niet. Of inmiddels snorders, ook. Ja, dat is dus inmiddels veranderd. Dus je kan alleen maar op een Felix scooter rijden op het moment dat je een autorijbewijs hebt, dan wel een scooterrijbewijs hebt. En belangrijk dat je een woonadres in Nederland hebt. Oh, dus wij hoeven niet op cursus, want jij hebt ook een rijbewijs. Ja, klopt. Ik zou één uitzondering willen maken. Als Johan op cursus gaat, gaan wij ook. Dan gaan we met z'n drieën. Dan ga je het filmen. Dat is helemaal, is helemaal goed. Dan neem ik mijn drone mee en dan maken we een mooie. Ik weet niet of ik ooit nog in de uitzending kom, maar... Hey, super, heel veel succes. Hartstikke bedankt. Ja, we gaan het testen. Ja, dankjewel. Leuk. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. Sinds de vorige uitzending heb je een hoop kennis opgedaan. We danken bijvoorbeeld PQR, het bedrijf wat er voor zorgt dat Inside elke week up and running is. Het voormalige 2ML. Alle afkortingen heb ik paraat. We danken Streamzilla uit Groningen die ervoor zorgt dat we al bijna 6 jaar voor zorgt dat je iedere week live kunt meekijken. Bier & Co. voor de biertjes. Smaakte het Heineken biertje? Heineken biertje smaakt heerlijk. Oké, okay, hartstikke goed. Nou, toch een andere keuze. Ik ben nu nog de enige die dit is namelijk van de sponsor. En ja, ik zeg net wel. Volgende keer een andere keuze maken. Ja. En ze zijn zo lekker, man. Smakeloze gasten hebben we. Natuurlijk bedanken wij Freedom Lab, het bedrijf van... dat hier gevestigd is in dit pand hier in Amsterdam tegenover Artus. Volgende week zijn we er weer. Dankjewel. Dag. Bye. Ja.